Oh, een hele, hele goede morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen. Ik ben weer naar de fitness geweest. Ja, het is mooi weer. Ja, ik had misschien kunnen hardlopen, maar ik vertrouwde niet met mijn kuit. Dus, dan maar even weer naar de fitness. Had nog wel even wat voet in de aarde, omdat ik wat verkouden ben. Een beetje snif. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik merk dit wel. Er waren toch wel bepaalde dingen. Kijk, dat is natuurlijk niet van de ene of andere dag. Dan word je verkouden. Dat gaat over een paar dagen heen. En dat was in sommige gevallen toch lastig. Dan kun je toch merken dat het wel wat doet als je verkouden bent. Dat je dan zeg maar je energie daar ook wat minder door wordt. Uiteindelijk. Direct voel je niet, maar op het moment dat je dus gaat fitnessen of je gaat inspannen, dan merk je gewoon dat je net wat pufftekort komt. En op zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Dat is goed. Maar ja, je merkt het dan wel. En daar is niks mis mee. Ook, ik ga zo heel eventjes stoppen. Want ik moet heel even naar de Lidl. Even wat boodschapjes doen. Daar werd ik even voor gebeld net onder het fitnessen. Ik denk, nou, je komt er toch langs op, dus ga ik me even doen. Dus ik ga zo heel even de boel onderbreken. En dan kom ik daar weer even terug. Maar goed, vooralsnog. Oké, zondag. Dus de tweede zondag, geen voetbal. Waar ga ik het dan over hebben? Ja, dat was het punt. Waar ga ik het over hebben? I don't know. Boodschap doen. Nu. Bij de Lidl. Oh, onder andere. Nee, ja, ik moet even kijken. Ik ben in ieder geval nu bij de Lidl. Dus ik ga zo even de boel onderbreken. En dan kom ik er zo meteen even bij terug. Dus. Bij deze. Zeg ik. Heel even. Tot zo. Zo, ben ik weer. Nou, even snel een boodschapje gedaan. Hoppakee. En let's go. Hop, waar waren de broodjes? Oh, momentje. Zo. Items, broodjes, lekkere broodjes. Nou, dat dus. Goed, we gaan daar even lekker naar kijken. Naar de braderie, schijnt dat te zijn. Dus, allerlei andere dingen doen nu. Oh ja, en dat even kijken, 7 tegen 7 was vorige week. Die was leuk, was echt leuk. Dat had ik natuurlijk al gezegd vorige week in de vlog. Maar die was echt leuk, was echt gezellig weer. Maar goed, dat. Voetbal. Ja, voor Juliana is het voor mij natuurlijk afgelopen in principe. Er zijn natuurlijk wel dingen die, wat ik al zeg, die ik wel wil blijven doen. Dat de activiteiten meehelpen en zo en dat soort zaken. Dus dat lijkt me gewoon gezellig. Af en toe natuurlijk weer een wedstrijdje pakken. En dat soort dingen. Overdag is voor het voetballen hier in Graven bij EGS is best belangrijk. Die moeten vandaag een tweede finale, nee, hoe heet het ook weer? Goed, ze moeten in ieder geval tegen Volkel. En dat is belangrijk, als we vandaag winnen, dan moeten ze nog één keer de finale wedstrijd spelen voor de promotie. Dus ja, vandaag een belangrijke dag. Zoals gezegd, in Volkel, tegen Volkel. Dat is ook altijd een geduchte tegenstander van Graven geweest in het verleden. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Aan de ene kant. Ja, ik denk wel dat het voor Graven fijn is om weer een stapje hoger. Dat is dan voor de eerste keer het hoogst gehaalde
niveau ooit in de geschiedenis van voetbal graven. Dus ja, dat zegt wel wat. Dat zegt wel wat. En dat je dit dan zeg maar als gezamenlijke club met dit terrein wat er is ontwikkeld. Volgens mij nu derde jaar, vierde jaar volgens mij. Ja, dan mag je dan alleen maar happiness over uitspreken. Dus, en al zouden ze niet promoveren, dan is het nog steeds goed wat ze hebben gedaan. Dus niks van te zeggen. Goed, ik draai weer de straat in, dus ben bijna thuis. En dan ga ik afscheid nemen van jullie. Voor vandaag, deze zondag in ieder geval. En ik zeg tot de volgende keer. De groeten. En ja. Kijk, mijn zoon heeft al spullen buiten gehad. Oh ja, dat is waar ook. Die gaat vandaag verhuizen. Die gaat vanaf vandaag op zichzelf wonen. Dus daar hadden we gisteren ook het een en ander mee gedaan in zijn nieuw huisje. Leuk huisje trouwens. Wat hij heeft. Samen met zijn vriendinnetje. Dus helemaal happy. Met z'n tweeën. En dan, voor mij is het niet eindelijk. Maar ik gun het wel. Dit jaar wordt hij 25. Dus dat is eigenlijk tijd zat om dan uit huis te gaan. Nou goed, hij blijft dan hier in de Graaf. Mooi een appartementje met z'n tweeën. Dus echt een mooi nice appartementje voor twee man. Dus heel veel fun. Ze hebben nu al wat spullen buiten gezet. Daar komen een paar vrienden die komen spullen halen. En dan gaan ze dat verder verwerken en installeren. De televisiekastjes, noem maar op. Dus daar hoef je niet bij te zijn. Dus. Goed, ik ga afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. En dan zullen we even zien. Ik zeg de groeten. Ik zeg ciao. Bye bye. Tjoe.